fantastisch. Je weet waar je dit voor doet. Als je ziet, zeker als je in elke keer Rotterdam komt en je ziet bij de Daniel doet, toen ik al die mensen weer buiten staan, dan staat zo hoog het kippenvel op je lijf. En daar doe je dat voor. Dit is de tweede keer van Europa Run. Waarom doen jullie weer mee? Omdat wij het een goed doel vinden, een geweldig avontuur vinden. Het is super leuk om te doen. Zowel voor lopers, fietsers als voor iedereen. Catering, chauffeurs, is allemaal geweldig. En u bent de chauffeur van de lopers. Hoe is dat vorig jaar bevallen? Ja, in eerste instantie dacht ik mee van een beetje rijden, dan heb je het wel gehad. Maar ik kan je vertellen dat dat een iets ander verhaal was. Je moet op een gegeven moment toch wel redelijk op je hoede zijn. Van, mag ik hier staan? Kan ik hier staan? Kunnen mijn lopers hier veilig in en uit? En je wordt ook nog eens een keer door de organisatie op je vingers getikt als je het niet goed doet. Dan doe je het 5 keer niet goed, dan kan je met z'n allen naar huis. En dat wil je niet. En hoe heb je je voorbereid? Ik heb me niet zo heel veel voorbereid. We zitten al op een opleiding die al vrij fysiek is. Dus we hebben 4 keer met het team getraind. Maar dat is meer voor de ervaring om te lopen, hoe je weet hoe je moet wisselen. En wat betekent het voor de Achterhoek, denkt u? Ik denk dat het voor de Achterhoek geweldig is dat wij straks ook daarheen komen. Hè. We komen door Zutphen heen, Warnsveld Zutphen. En dan lopen we vandaar weer naar het westen, naar Rotterdam. Het is geweldig dat we de Achterhoek ook aandoen in dit geheel. En het is geweldig dat we met een aantal teams meedoen uit Doetinchem. 2 jaar Doetinchem, 1 uit Zutphen. Nog wel meer teams uit de regio. Ja, we moeten met z'n allen meedoen op dit. En wat levert het op, denk je? Dit levert genoeg op. We hebben inmiddels, de laatste actie heeft inmiddels 5000 euro opgeleverd. Dat was een benefietdiner wat we bij ons restaurant hebben gegeven met leerlingen. En we hebben nog een berg loten verkocht. En ik hoop dat we richting 10.000 euro kunnen gaan. En volgens mij zijn we daar aardig mee op weg. Zie je het tegenop? Nee. Ik heb heel veel zin in. Ontzettend veel zin. Ja, yes! En zullen jullie de eindstreep weer halen in Rotterdam? Dat gaan we zeker doen. Ik ben vol vertrouwen in ons team. We hebben allemaal veel zin in. Gezonde spanning. De vrachtwagen staat klaar, de busjes staan klaar. Dus het kan alleen maar goed gaan.